Laat het niet zo zijn, over een aantal jaren jouw kinderen en kleinskinderen je een bittere vraag moeten stellen. Toen mijn vader en moeder de gelegenheid kregen om zich in te zetten om de basis te vormen voor de economische boom in Suriname, hebben ze dat aangegrepen, waren ze erbij, hebben ze ondersteund, hebben ze een steentje bijgedragen of probeerden ze juist terug te gaan naar het koloniaal denken waarbij we aan grote maatschappijen en grote landen onze grondstoffen laten wegdragen en met allerlei mooie volzinnen en allerlei mooie rapporten en waar we uiteindelijk overblijven met grote gaten in de ruimste zin des woords. Gaten in onze portemonnee, eigenlijk ook gaten in ons hoofd en gaten in de grond. Dit is een historisch moment om dit land voorgoed uit de sloppen te halen en voor onze kinderen en kindskinderen een fantastisch land achter te laten. Milo Bizrana, Milo Bizrana.